En nu zien naar een pancarte, een werk van Bureau d'Etude. Als ik het goed interpreteer, is het een soort systeem van de angst. Waar dat de relaties tussen verschillende partijen die in dat systeem ageren, worden blootgelegd. Ja. Dus de kunstenaarsbureau d'Etude, de naam van hun collectief zegt het eigenlijk zelf. Dus ze doen niet anders dan echt onderzoeken doen. En die onderzoeken, dat zijn eigenlijk echt onderzoeken die gaan over netwerken, zoals dat je hier ziet eigenlijk. Dus zij gaan op zoek naar allerlei verborgen links tussen economische belangengroepen, lobbygroepen, politieke partijen, overheden. Dus allerlei mogelijke, zal ik maar zeggen, informele links. Dus links die niet altijd heel zichtbaar zijn en die zich vaak op een niveau van persoon tot persoon ook afspelen. En zij proberen dat soort van netwerken bloot te leggen en maken daar dan een grafische vertaling van.